Nou, hun namen staan erin en ja, helaas is Gregor alweer footsie en Rihanna dan ook. Ja, lieve vrienden, zoals jullie het zien, ik heb hem aan, mijn nieuwe jurk. Ja, enkel jullie kunnen hem niet helemaal zien. Maar het maakt niet uit, ik vraag morgen gewoon aan Karin. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. We zijn weer op donderdag aanbeland om, even zien, het is 16 juli nu en we leven om 13:55. Rijka die is wil denk ik gaan spelen, want ze was aan het snuffelen bij haar speelgoedbak. Even die loopt hier, staat hier te zeuren tegen mijn stoel aan. Hé, ja. En kan dan nog die buiten? Ja. Mijn plan was om straks even weer met Rijka te gaan en op de booster. Dan kies ik langs Gracht en daarna even het centrum in, weer naar Gregor toe. Kijk hoe ver hij is met dat 3D paint, ik weet niet hoe dat heet. Maar in ieder geval even filmen daar. En hij had gisteren een Nederlandse dame bij hem. En dus wat ik aan haar vraag, of zij ook andere plekken hier al weet, waar het ook was gedaan. Zouden meer plekken komen? Ja, dus ik weet het niet. Ik ga het vragen. En ik ben gisteren ook nog naar de brug toegereden, waar het vorig jaar ook was, met het strand. En waar Jan toen het neergezet, ga daar maar naar die vrouw zitten. Nou, dat is weg en daar waren ze niet op bezig. Nou, en ze hebben die boot, hebben ze erop gehad, weet je nu nog? Nou, dat is weg, dus ja. En ik heb ook niemand gezien die daar bezig was. Want er liepen gewoon mensen over. Nou ja, als er iemand bezig is, is dat met mensen afgezet, zodat er niemand overheen kan lopen. Nee. Hè? Maar oké, ik wens jullie natuurlijk ook nog een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, van Corina en de Beestenbol. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nog eventjes snel. Ja, gewoon op de knopje drukken voor een abonneren. Dan word je geabonneerd. En dan komt er een belletje, druk je ook op en dan de bovenste kiesje. Dan krijg je altijd meldingen. Ja, hoe fijn is dat? Dat je meldingen krijgt van iets wat je graag wilt zien. Ja, dan moet je dat even doen. En dat is allemaal maar gratis. Dus dat wil een mens wel meer. Wat gratis is. Ja. Dus gauw doen als je nog niet geabonneerd bent, hè. En dan zien wij elkaar gewoon gezellig iedere keer weer. Hartstikke leuk. Hé, ja. Nou, en ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van alles wat jullie maar wens op iets. Het is sowieso, ja, het is raar weer, maar het zonnetje schijnt. En daar ben ik al heel blij mee, dat het zonnetje schijnt. En ik moet ook nog, ja, naar jullie. Hij is weer kapot. Ja, maar nou heb ik dat stangetje er niet bij. Dat kon ik niet vinden en ook niet in mijn bed. Even wachten. Mijn armbandje. Wordt dat dingetje op. Als Glen, net zoals vroeger bij een horloge. En dan hoort zo'n pennetje er tussendoor. En dan hoort... Nee, ja, nee, ik zit op verkeerd. Ik moet op die wezen. Oh ja, het pennetje zit er wel op. Zat dus mooi. Nou, dat kan ik straks zelf even maken. Ja. Het pennetje zit er nog wel in. Maar ik moet straks even het etuietje van mijn mannetje pakken. Er zitten allemaal van hele kleine miniature tangetjes in. En daar knijp ik gewoon strakker mee vast. Ja. Kijk op boven zonder bril. Ja, en dat wil dat niet, hè. Hij zit er alweer op. Het is nou enkel even met het tangetje te aanknijpen, dat het strakker zit. Dus dat komt wel goed. Daar ben ik wel weer blij mee. Dat het pennetje eruit was van een hele andere kant. Ha, lol. Hé, ja. Maar in ieder geval, ik hoor dat die
dat corona gedoe verder over was, hè, en dat we geen mondkapjes meer nodig hadden. Dan kon ik toen eerst met Karen en Roderick in Den Haag een keer. Ja, ik moet nodig ook voor mijn tongpiercing weg, want die is niet mooi en dan krijg ik er zelf niet echt uit. Ja, ik zal hier wel eens vragen, want ze hierom kunnen doen of zo, ik weet het niet. Hier al in het centrum zitten zo. Ga gewoon even vragen. Vraag het vrij, ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en we spreken elkaar straks gewoon gezellig weer. Hoe vinden jullie dat? Goed hè? Ja, goed idee. Duimpje omhoog voor abonneren en op de belletje. Niet vergeten, tot later. Nou, ik heb Rijka maar even lopend uitgelaten. Want die laat ik toch thuis, want ik wil ook gelijk nog even boodschappen doen. Want ik moet toch ook eten, zoals brood moet ik erbij hebben, etc. Kan ik Rijka niet mee hebben. Dus vandaar. Maar ik ga eerst naar Grigor toe, kijken naar zijn schilderkunst. En daar vlog ik natuurlijk weer. En dan vraag ik of die Nederlandse dame er is, waar nog meer dat wordt gedaan. Dan gaan we daar ook even kijken, even koekeloeren. Natuurlijk kunnen er ook op de voorzitters van gebouwen gedaan worden. Vooral de oude gebouwen, zo vooral in de Redeman, ja die staat toch leeg. En ik heb gezien dat voorzitter blauw gemaakt is. Dus ja. Wie weet doen ze daarop, ik weet het niet. Maar oké, er moeten dan ook meer van die lui zijn die dat allemaal kunnen doen. Ja, Rijka die gaat op de bank. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat met jullie gaan doen. En dan wat ik ga doen, denk ik wij. Ja, want ik moet je niet vergeten, hè? Nee. Die zit er achter de vliegen aan. Echt, mama meid. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Doei, doei. Nou, hun namen staan erin. En ja, helaas is Gregor alweer Futsi en Rihanna dan ook. Helaas, Pindakaart. En waar ze zijn, Joes mag het weten. Hij is mooi geworden. Hij is heel mooi. Ja, dan liepen ze zo over dat bruggetje heen, hè. Het is wel grappig. En die balk moet je mee omdenken, want die is stuk. Ja. Echt heerlijk. Nou, dan kun je het touwtje klimmen. Hij is mooi hoor. Touwtje klimmen en al. Ja, ik moet even kijken wat de bedoeling nou is. Ja, hij is al klaar, want hij is weg, maar er zouden meer. Er zouden meer. Je in, uit het water vandaan omhoog klimmen, hè? Want hier heb je water. Ja. Ja, dat is een touwladder, klopt. Nou ja, touwladder. Er zitten kettingen tussen. Oh, kettingladder. Ja, kettingladder. Ah, ik ben aan het vloggen gelijk, hè. Oké. Komt op YouTube. Dus uw stem komt er ook op. Nou, dat begrijp ik dan, ja. Ja, op straat mag ik. Dus. Je hebt een leuke communicatie meteen. Ja. Maar hartstikke leuk. Maar ja, er zouden meer plekken zijn waar gepaint werd. Ja, en Gregor die doet dit altijd. Vorig jaar heeft hij hier ook gedaan. Dat is een Duitse man, die komt uit Duitsland. Maar ja, hij is al klaar. Hak snoepjes voor hem mee. Had ik vorig jaar ook al beloofd. Toen was hij ook zo in één weer weg. Dat is leuk.
Nou ja, dan gaan we weer verder op zoek. Fijne dag ook. Doeg. Ja, lieve vrienden, we zijn dus weer thuis, zoals jullie al hebben gezien. Kanland, die zit zijn gebouwd lekker te wassen. Ik heb de tuindeur open. Met een speelgoeddingetje van Rijka in de tuin. Eeuwen loopt net achter me langs. Nee. Maar Rijka die heeft, ja, ze hebben de kat hebben al wat gehad, iets lekkers. Maar Rijka, die heeft een heel groot ding. Ja, en wat dat is, nou ja, ik meende van een ezeloor of konijn, nee, konijnenoor, dat is toch te groot? Ik weet het niet wat het is, we vragen het gewoon aan Karin, die moet het weten. Want van haar heb ik het nog gekregen, hè, van Roderick. Dus die twee moeten het weten wat dat nou voor een apparaat is. Maar ze zit wel lekker voor te smikkelen. Hé, Rijka? Lekker meisje. Is genieten, hè. Oh, is zo groot, hè. Heerlijk. Ja, nou, en ik zal jullie nog wat laten zien, want mijn haar zit dat nog goed. Ik had een hoop haarlak in, maar kijk eens of het dat we naar de andere kant toe doen. Ja, dat vind ik ook wel eens leuk. Maar ik heb wat gekocht. Ik heb boodschap gedaan, maar ik heb opgeruimd. Ik ga vandaag aan de ravioli. Ravioli en kipsnitzel. Daar ga ik vanavond aan. Ik heb nou koffie en een bounty en voor het eten een glaasje. Maar ik had nog twee verjaardagsgeld. Ja, nou, doe schrik, zeggen we dan, hè. Ik ben gek. Echt, ik vind het grandioos. Het staat niet op de legging die ik nu aan heb. Maar hij is mooi. Ik zie wat er op de bovenkant is. Het lijkt een jas. Het is geen jas. Nee, het zit gewoon knopen aan de voorkant. Ik zal de camera even omdraaien. Zo. Nee, dat gaat weer niet. Ik moet draaien. Nou, er zit paars bij in. Past mooi bij mijn haar. En, ja, allerlei kleuren. Wat zit er allemaal in? Nou, ik leg hem even op de schoot. En dan laat ik hier de achterkant gewoon zien. Hoe de achterkant eigenlijk is. Dat is de achterkant. En die loopt, meende ik, ook langer door. Maar dat weet ik niet zeker. En nou nemen we de voorkant. Lange mouw. Nou ja, drie kwart mouwtjes zitten erin. Zo, dan moet ik het zo. Heel mooi. En zo is de voorkant. Maar dat moet je weer wegdenken. Dat is de mouw, geloof ik. Ja, knoopjes. Ja, dat is de voorkant. Het is een jurk voor op een legging. Maar deze legging staat er niet bij. Nee. Het moet gewoon even zwart wezen, vind ik. Ja, maar dat komt goed. Ja, zwart staat overal bij. En ik heb zwarte leggings. Dus ja. We zullen het beleven. Die heb ik morgen dus aan. Nou, en dan ben ik door mijn geld heen. Nee, dan loop ik niet in de achterkant lang. Kijk, puntjes. Ja, hoe moet ik het laten zien? Nee. Nou, dan laat ik Karin gewoon filmen. Ja, toch? Karin die komt morgenavond. Dus kan die het filmen als ik hem aan heb. Ja, want ik ben morgen aan natuurlijk, hè. Logisch zullen wij. Ja, morgen kom ik gewoon nog weer en dan kan ik het gelijk aandoen. Ja, ik loop zo, het ligt eraan hoeveel ik zweet. Met 2-3 dagen loop ik met dezelfde kleding en dan is het wat anders. Het ligt me net aan hoe warm is het. Ik ga nou eerst lekker aan de koffie. Ik regel alles niet, hè. Nee.
En ik heb de rest van de stad onderzocht om te kijken of ze hier of daar ook bezig waren. Maar ik kan niks vinden. Dus ja, hoe en wat? Ik weet het niet. Ik heb ook de voorgevel gelet van oude panden waar hout voor zit. Niks. Ja, oké, bij Vrome de Reesman zit er een kunstwerk op over van kinderen die in het zwembad zijn of zo, weet je wel. Maar dat is al voor de rest, maar dat zit er alweer een tijdje op en dat moet je dan ook nog weer mooi vinden. Nou. Ik vond dat niet echt boeiend, nee, niet belangrijk om dat te gaan filmen, nee. Maar oké, maakt niet uit, we werken ze zelf wel en dan gaan we er ook nog weer op af. Ja, toch? Mijn bandje die zit nog steeds goed, dus ook geen problemen mee. Ik ga nou, ja, ik heb ook trouwens hoofdpijn gekregen, zomaar van een uit het ander. Hup, knallende steken, was het in ene. Ik denk dat het is gekomen omdat ik bukken moet, naar voren. Oh, nou ja, ik denk dat zakt misschien wel weer. Maar dan zit ook onweer in de lucht. En als er onweer in de lucht zit, dan heb ik daar last van. Maar het hoeft niet eruit te komen, die onweer. Nee, ik kan ook wegblijven. En helemaal nergens komen. Nee, dat is gewoon overwaaien. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ga ik ook verder doen. Ik ga weer renderen. Even zien hoe en wat. En er moeten ook nog weer filmpjes in de mappen gezet worden. Van welke dagen, et cetera. Moet ik ook nog weer uitzoeken. Dus ja, ik heb nog een hoop te doen. Ik moet nog een plaatje maken. Ik heb vanochtend nog bezig geweest op de logeerkamer. Ze had t-shirtjes met die steentjes erop die op de markt op te kopen. Die had ze ook opgevouwen. Mijn kast, mijn legkast, dat puilde helemaal uit met opgevouwen spul. Wat niet opgevouwen moet worden, maar opgehangen moet worden. Ze zou dit tenietje, bij wijze van spreken, zou ze ook opvouwen en neerleggen in de kast. Nee, dit hang ik weer op. Het zijn jurkjes. Ze had ook nog een jurk opgevouwen. Ja, nee, die moet opgehangen worden. Jurk vouw ik niet, dat hang je op overhemden, hang je ook op blouses, hang je ook op t-shirtjes, pyjama spullen, truien, leggings, dat vouw je op, ondergoed, etc. Dat vouw je op, maar een tuniekje, nee, dat hang je op, dat vouw je niet op. Maar ja, maakt niet uit, het was in ieder geval heel goed opgeruimd en ik heb al die t-shirtjes gelijk maar opgehangen. En in de kast gedaan. Maar ja, mijn kast is stuk. Er zit nog één deur voor. Dus ja, daar baal ik om. Die kast die was mooi. Die paste bij mijn bed. En die hebben mijn man en ik samen nog gekocht. Maar het is spaanplaat. Ja, tegenwoordig is het allemaal spaanplaat. En dat is troep. Dus ja, ik zie wel onder een jaar. Ik laat hem uit noten eerst maken. En dan zie ik onder een jaar wel eens voor een betere kast. Het moet van hout zijn, jongens. Kom op. Ja. Maar oké. Wat ik zeggen wil, geniet ze. En we spreken elkaar later. Doei. Ja, lieve vrienden, zoals jullie het zien, ik heb hem aan. Mijn nieuwe jurk. Ja, enkel jullie kennen hem niet helemaal zien. Maar het maakt niet uit, ik vraag morgen gewoon aan Karin of zaterdag of zij het even wil filmen. Ja. Ik ga nu zo eerst even met mijn kleine meid wandelen. Die moet weer uit. En Rijke? Ik ben bezig een vlog naar YouTube te brengen. Nou, die gaat de gang wel. Die heeft nog een minuut of zo te gaan. Maar ik ga wel eerst even lopen en als ik dan klaar ben, dan is dat klaar. Ja toch? Dus, maar het maakt allemaal niet uit. En ik wens jullie allemaal een hele lekkere avond toe. Smakelijk eten, bon appetit. En laat het je allemaal maar smaken. Wat je ook eten mag. Voor na het eten. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Geniet ervan. Omhelp elkaar, heb elkaar lief. Ben je alleen en heb je wat diertjes, doe je toch bij je diertjes. Ja, ook diertjes. Ja toch? Laat lekker even knuffelen. Ja.
Maar voor na die tijd, dan wordt het weer ook bedtijd. En dan zeg ik, lekker slapen, welterusten met mooie dromen en natuurlijk uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Ja. En dan zien we elkaar aan de andere kant van de nacht wel weer. Dan is het vrijdag en dan morgenmiddag dan om 13:30 geloof ik. Dan komt mijn huishoudelijke zorg, maar dan is het Astrid Pijnakker. Ja, die hele lieve dame die me al een aantal x-keren eerder heb geholpen. Ja, helemaal geweldig. Dus dat komt ook allemaal goed. Dan moet die ook weer verder even op de logeerkamer. Ook moet ik de zolder op en moet zij met een of ander aanreiken. Anders kan het gelijk ook opgeruimd worden. Ja, dan is dat maar weer weg. Weg van die logeerkamer. Er staan maar een aantal x-dozen. Nou, dat wordt naar zolder. Ja, helemaal goed. Maar ik ga nou lekker mijn hondje uitlaten. Als ik terug ben, dan is het schortel. Dan is het mijn kipdingen gevallen, bakken en mijn blikje dan. Weet ik veel, geen die naam steeds. Maar het is wel lekker. De ravioli, die gaan we dan in de pan doen en die ga ik bakken. Dus nou ja, dat komt allemaal wel weer goed. En dat zien we wel weer. Zullen we wel beleven. De boel even omwassen wat er in de week staat. En dan even gewoon even scharrelen. Nou ja, en dan televisie aan en televisie koekeloeren. Ik moet nog een plaatje maken, maar ik heb niet zoveel zin vandaag. Ik moet ook nog een ander plaatje van iemand anders maken. Dat is ook een bestelling, maar dat is pas in augustus. Dat is het kindjaar. Dus ja, daar heb ik nog eventjes time-out. Ik heb wel het kind al gestuurd, maar ik moet dus nog even verder dingetjes bij elkaar sneuven en dat ook typen en dan nog een leuk geheel ervan maken. Maar dat komt allemaal wel. Dat is, hoeft nou nog niet. Ik heb nou echt geen zin in mannen veel. Ik heb nou een vlog in elkaar gezet en ja, ik ben ook moe, dat komt ook door het weer mede. En dat komt uit mijn hoofdpijn weg. Ja, dat is. Maar het is wel wat gezakt, dat wel. Daar ben ik blij mee. Ja, ja, we weten ook al wat het is hoor. Ja, we weten al wat het is. Ik heb even op, want ik weet het al niet meer. Nee. Even wat openen. God, nee, daar heb ik het hier weg. Die, dat, sluiten. Ja! Ik had het opgevraagd. Het zal weer in andere dingen terecht zijn gekomen. Maar goed, maar niet heus. Die. Ik heb weer op zo meteen. Ah, jeetje. Ik zie het niet. Nou, is dat even balen? Echt, dit vind ik niet leuk. Dit is niet leuk. Die moet ik niet hebben. Wat is dat? Nee, ook niet. Nou, zeg, ik had hem net gemaakt. Weet je dat wel? Ik had hem gemaakt, want ik moest het kopiëren. En dat zie ik hem nergens. Maar heel het bureaublad staat hier niet. Misschien. Ja, ga ik daar even kijken. Afbeeldingen. Staat hier ook niet bij. Downloads. Nou, kijk. Zoveel downloads binnen ook. Wil ik ook wel eens weten van dan komt daar, ik sla daar niet iets op. Nee, ik zit hier ook niet. Echt vervelend, hè? Echt heel vervelend is dat.
is leuk. Nou, probeer ik het weer. Ja, het was iets met peet. Oh jeetje. Wat doe je nu? Hup. Aha, je pees. Ik zou zeggen. Een bullepees. Ja, een bullepees. Dat kreeg je vroeger als je een wees was of in een ding zat, weet ik veel. Oh, ja, ik ga het even dat opzoeken. Even geduld. Nee, dat niet. Dan op de pas, wat is een ja bullepees? Een bullepees is een voorwerp tussen een zweep en een stok in dat ingezet werd om straffen uit te delen, bijvoorbeeld aan weeskinderen of slaven. Maar nu komt het. De bullepees is een gedroogde penis van een stier. Een bullepees is 75 tot 85 centimeter lang. Ja, daar zit ze nou op te knagen. Op zo'n apparaat. Ik denk dat een gedeelte ervan, want zo'n ding is natuurlijk veel dikker. Dus gewoon een lange strook ervan. Nou ja, heb je dat in je handen? Lekker. Geef je dat aan je beestje? Wat je dekker. Maar dat had ik opgeslagen. Hoe had ik dit nou? Ik had zo'n leuk schaartje bij. Oh, daar. Kopiëren had ik gedaan. En ik was naar mijn plaatjesprogramma gegaan. En ik was plakken af en nieuwe afbeelding. En dan heb ik hem weer. Top. Maar, ik weet niet. Ik had hem opgeslagen, maar waar? Ik snap er niks van. Echt niet. We gaan eens even kijken. F12. Ja, oké. In de mat schoonmaken moet het zitten. Ja, ik heb hem gevonden. Knippen. Sluiten. Plakken. Nou heb ik hem wel. Kijk, dan hoef ik die andere. Deze niet op te slaan. Nee, hoeft niet. Zo. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Zo. Die is 99% klaar. Nou ja, dan blijft er nog even zitten voor die paar procent. Ja, toch? Ja. Oh nee, dan moet hij. Oh ja, wel. Hij moet. Hij is het verwerkt. Hij gaat hem eerst uploaden. Dan moet hij het verwerken. Nou ja, dan is dat ook niet klaar. Ja. Helemaal cool. Blub, zegt mijn telefoon, ik wil geen regen. Nee, geen regen hoor. Geen regen, geen zin in regen. Dat wil weer andere hoop berichten. Maar ja, eigenlijk niet nodig. Ik zit er wel zo vast op mijn loopapp. Maar we gaan zo meteen lopen. Terwijl ik er mijn griempjes nog aan. Mijn zilveren griempjes die ik toen had gekocht erbij. Onder mijn lange blauwe jurk met trouwerij van Karen en Rode. Nou, die heb ik nou aan. Lekker sportief. Dus maakt het allemaal niks uit. Maar niet mijn laarsjes erbij aan. Want het is tenslotte ook de zomer. Althans, zomermaanden, dat ja. Maar nou voor temperatuur en het weer zomer te noemen. Oké, het is zonnig.
Maar de ene keer moet je je winterjas aan, omdat het hartstikke koud is. En de andere keer dan smelt je weer weg. Heel raar, heel vreemd en raar gelied, hè? Ja, nou meisje? Ja, hè, meisje? Oh, kom dan maar even draaien. Even draaien. En het weer hoppatee. Zeg maar hallo. Zeg maar hallo. En daar kijk ik. Ik zie jezelf. Zie je wel, daar kijken. Nee, niet bijten. Je mag niet bijten. Nee, niet bijten. Dat gaan we niet doen. Wat een ding. Ja, hij is klaar. Hij is klaar. Sleutel maar. En dan is hij. Staat hij op YouTube. En YouTube die plant hem in. Tenminste, die zet het online. Op 24 juli. Dat is nog niet. Ik zit nou op de 16e. Dat komt goed, lieve vrienden. En ik moet nog een plaatje maken voor mijn huid. Want die had 21 juli jarig kunnen zijn. Dus dat wil ik nog wel opmaken. Dus, maar ja, dat komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Hou je goed. Wees blij, wees vrolijk. Want als je vrolijk blijft en blij blijft, dan blijf je ook gezond, zeggen ze. Ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, genieten en tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei!